ik ben Noor. Ik ben directie van de Regina Assumpta School in Anderlecht. De leerlingen van het zesde leerjaar en juf Carolien en juf Nienke hebben een speciaal project uitgewerkt. We staan nu voor de klas van het zesde leerjaar. Zullen we eventjes gaan kijken naar wat ze gemaakt hebben? Maar waar is alles gebleven? Wat heb je deze project geleerd? Ik heb heel veel dingen bijgeleerd, maar de meeste dingen die ik heb onthouden zijn dat hier vroeger geen school was. Er waren hier alleen maar velden en akkers. In de buurt bestond er ook geen peterbos. Er waren ook alleen maar velden en akkers dat door een boer werd verzorgd. Ik heb ook bijgeleerd dat de school door een kerk werd gebouwd dat hier in de buurt ligt. Heel leuk, dank u. In 1961 was er geen school. In 1971 werd het eerste deel van het hoofdgebouw, de tuinzaal en de villa gebouwd. In het jaar 1987 kwam de rechter. Het tweede deel van het hoofdgebouw en de garage. In het jaar 1996 hebben ze het afdak en de toiletten van de rechter gebouwd. In 2004 is er niets bijgekomen. De containers en klassen zijn bijgekomen als laatste. Wat heb je onthouden van de buurtwandeling? Ik heb veel onthouden en ik heb ook heel rare feiten geleerd. Bijvoorbeeld dat in de tuinwijk Moortebeek dure huizen zijn en meestal al van die huizen op elkaar lijken. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Wat is je bijgebleven van de meegebrachte voorwerpen? Dat alle voorwerpen een verhaal hebben, bijvoorbeeld de boek van de mama van Adam. Ze las veel ermee en leerde veel. Dankjewel. Graag gedaan. Wat heeft je verrast? De feesten van vroeger, bijvoorbeeld Sinterklaas. Vroeger was het elke keer grote feesten, maar nu zijn het kleine feesten. Maar de zin komt terug en het blijft leuk. Heb je een voorwerp gevonden van vroeger hier op school? Ja, we hebben twee schriften gevonden van een leerling die Bart Prinsen heet. Hij zat vroeger hier op school. We hebben proberen hem te vinden, zo kunnen we hem vragen stellen, maar we hebben hem niet gevonden. En in welk jaar? In de jaren 78-79. Oké, dank u. Graag gedaan. Hallo iedereen, vandaag ga ik een interview maken om te zien of de scholen van vroeger tot nu veranderd zijn. Hoe was het vroeger op school? Vroeger op school was het echt leuk. We speelden heel veel met elkaar. We begrepen elkaar. Er was niet zoveel ruzie. En er was heel veel communicatie, zowel met de leerkrachten als met de leerlingen. Met wat speelden jullie vroeger op de speelplaats? Op de speelplaats speelden we een beetje met alles. Met een springtaal, met een bal, met knikkers, met een elastiek. Wat is dat? Wat is een elastiek?
En elastiek is zo'n heel oude spel dat we speelden op de speelplaats. Dat is eigenlijk een elastiek dat we waren bijvoorbeeld met 5 of 4. En we deden de elastiek op onze voet en we deden er nieuwe vormen. Ah. Hadden jullie delen van voorwerpen als nu bijvoorbeeld potloden, borden enzovoort? Ja, potloden, pennen, dat is niet zo veel veranderd. Maar we hadden geen smartboards, we hadden veel borden en krijt. Dus borden waar je met krijt erop moet schrijven. We hadden geen smartboard. Is het nu beter dan vroeger? Zo ja, waarom? Omdat we vroeger geen tijd hadden om ons te vervelen. Dus we hadden helemaal geen tijd en we speelden meer met elkaar. Nu zijn er telefoon, tablet, dus er is niet veel tijd om met elkaar te spelen. Dus ik vind dat het vroeger wel beter was. Hadden jullie vroeger internet op school of elektrospellen? Nee, alles was meer met de hand. Bijvoorbeeld nu op school vind je bijvoorbeeld tablets, pc's. Wij hadden dat niet vroeger, wij schreven alles met de hand. Dus wij deden alles met de hand. Bijvoorbeeld alles op een papier schrijven, krijt en pen. Waren de vakken dezelfde als nu? Ja, het is niet zoveel veranderd. De vakken zijn waren hetzelfde. Waren de feesten hetzelfde als nu? Ja, we hadden heel grote feesten. Er waren shows dat je op podiums moest doen en de ouders moesten komen. Er waren eten. Eigenlijk was dat zoals een kermis. En dat was een heel belangrijke feest voor het einde van het schooljaar. Oké, dankjewel voor dit interview. Ja, geen probleem. Dag! Hallo iedereen, vandaag ga ik mijn vader interviewen en enkele vragen stellen over zijn oude school. Dus, eerste vraag. Welke spelletjes speelden jullie tijdens de speeltijd? Ja, vroeger speelden we basketbal en voetbal en een spel dat we verliezen in plaats heet. Oké. Volgende vraag. Wanneer begon je school en wanneer eindigde het? School begon om 9 uur tot en met 17 uur of 18 uur. Oké. Hadden jullie verschillende leerkrachten of altijd dezelfde leerkracht? We hadden verschillende leerkrachten, 7 in totaal. Oké. Als jullie laat kwamen, wat gebeurde er toen? Als je voor de eerste keer laat komt, krijg je een verwittiging. De tweede keer ga je bij de directie en krijg je een briefje voor je ouders. En de derde keer moet je ouders komen. Oké. Zaten jullie elke jaar met dezelfde leerlingen of veranderde het? We zaten elk jaar altijd met de meeste leerlingen in dezelfde klas. Oké, bedankt om op mijn vragen te hebben geantwoord. Geen probleem. Dag. Hoeveel juffen of meesters hadden jullie? Nous avions deux professeurs, un qui donnait les matières principales et l'autre la gymnastique. Hoeveel speeltijden hadden jullie? Nous avions deux temps de récréation de 15 minutes le matin à midi 1 heure. Wat deden jullie tijdens de speeltijden? Nous tenions un magasin où on vendait des friandises, bonbons, chips, cookies, jus d'orange pour les élèves de l'école primaire. On trouvait ça amusant. Hoeveel geld winden jullie ongeveer per dag? On gagnait entre 100 et 150 euros par jour. En wat deden jullie met al dit geld? Avec l'argent récolté, nous faisions des sorties à la mer, au cinéma, au zoo. En wat hebben jullie geleerd door dat te doen? Ça nous a permis d'être responsables, de pouvoir comprendre l'argent, d'aider l'école, de pouvoir participer à la vie de l'école grâce à l'argent récolté. On pouvait choisir le lieu où partir avec eux. Wat gebruikten jullie vroeger om te schrijven? Vroeger gebruikten we vulpen om te schrijven. Op wat schrijven jullie vroeger? Vroeger we schrijven op papier. Met hoeveel waren jullie in de klas?
We waren in 36 leerlingen in de klas, in de zesde leerjaar. Hadden jullie vroeger internet? Nee. Hadden jullie computers? Nee, het was heel raar, comment on dit? Bijzonder. Bijzonder. Voilà. Vandaag ga ik een interview maken om te zien of de scholen van vroeger nog niet veranderd zijn. Sorry. Oh, nee, nee, nee. De tuin. Wat heb je onthouden van de... Schal je mond. Hallo. Toch? En voilà. Van vroeger die hier... Hallo iedereen, vandaag ga ik een interview maken om te zien of de scholen van nu tot nu...